Minister Arie Slob van Onderwijs en Media is vanmiddag op bezoek bij Omroep Flevoland. De minister is druk bezig met zijn toekomstvisie op de publieke omroep en komt de laatste tijd veel langs bij regionale en lokale omroepen. Ja, meneer Slob, moeten we dit beschouwen als een werkbezoek of komt u eigenlijk op ons feestje? Nou, dat is een mooie combinatie. Ja. Ik bedoel, precies op de dag dat jullie 30 jaar bestaan. Van harte gefeliciteerd daarmee overigens. Dank u. En ik ben inderdaad een ronde aan het maken langs alle regionale omroepen. Om heel eerlijk te zijn, zou ik eigenlijk met jullie begonnen zijn, maar daar is toen iets tussen gekomen en er was nog steeds niet van gekomen. Maar ja, dit is eigenlijk wel een hele mooie dag om alsnog hier langs te komen. Een mooie combinatie. En waarom maakt u zo'n ronde langs de regionale omroepen? Nou, je kunt niet alleen maar besturen vanaf papier. Je moet ook gewoon op de locaties kijken, met de mensen spreken. Wat houdt ze bezig? Wat gaat goed? Waar lopen ze misschien tegenaan? En ik vind dat heel fijn om ook gewoon dat te doen. Omdat ik, zoals ik net al zei, niet alleen maar vanaf papier bezig kan zijn, maar graag ook de verbindingen met de praktijk wil leggen. En elke regionale omroep is weer anders, is mijn dat is ervaring. Dat valt mij heel erg op, ja. Wat is u hier vanmiddag opgevallen? Nou ja, hier is natuurlijk gewoon feest. En dat is niet overal het geval. Maar dat is, toevallig. Jullie hebben vandaag natuurlijk ook een feestje. De schaal van de provincies is natuurlijk heel erg verschillend. En dat zie je dan ook wel weer terug in het aantal mensen wat natuurlijk ook bij een regionale omroep werkt. En het leuke is natuurlijk gewoon, iedere regio heeft ook zijn eigen identiteit. En dat zie je vaak ook wel een beetje terug in de manier waarop men het inricht. En de werkwijzes verschillen ook. Dus ook leuk om dat gewoon met eigen ogen te zien. Ja, intussen wachten we natuurlijk op uw visie, op het mediabeleid in de toekomst. Ik zie het aan u, dat u er echt op wacht. Als u het wil gaan vertellen, dan sta ik te branden van We hebben al in november in de mediabrief ook al de contouren neergezet. We zijn inderdaad met de uitwerkingen ook bezig. Ja, het gaat nog om vragen, hè? Ook voor de luisteraars. Wat zijn de kerntaken van de publieke omroep? Moet er bijvoorbeeld een reclamevrije publieke omroep komen? Dat soort vragen die zijn aan de orde, hè? Toch ook daarbij. Gaat de rol van de regionale omroepen ook veranderen? Nou, deze visie gaat met name over de nationale publieke omroep. Want er komt een nieuwe concessieperiode aan. En er zijn een groot aantal ontwikkelingen, zowel nationaal als internationaal, die ook wel van ons vragen om nog eens een keer goed te kijken naar van nou, hoe hebben we het ingericht en wat zou naar de toekomst toe nodig zijn. Ik ben daarnaast ook bezig om de verbindingen te leggen tussen regionaal en nationaal. En ik moet zeggen dat ik heel erg blij ben met wat ik daar ook gewoon in de afgelopen anderhalf jaar van heb gezien. Ik heb wel eens gezegd, de tijd dat de nationale publieke omroep een beetje met dédé naar de regionale omroep keek van wij zijn Champions League, om het maar even in voetbaltermen te zeggen. En dat is een wat lagere competitie, die is toch wel echt voorbij. Je ziet dat er veel meer wordt samengewerkt, ook op de websites, met de berichtgeving. Het gebeurt mij nu in Den Haag soms dat een journalist van de NOS me een vraag stelt en die is dan bedoeld voor een regionale publieke omroep die dat gebruikt in zijn nieuwsuitzendingen. Nou, dat gebeurde vroeger echt nooit. Dus ik vind het heel mooi, die samenwerking. En ik ben daar ook een hele grote voorstander van. Wilt u daar nog verder in gaan? Nou, ik denk dat het wel belangrijk is dat de mensen elkaar nu waarderen, ontmoeten en ook kijken wat er mogelijk is. Er is gewoon ook al heel veel mogelijk zonder dat we daar, bij wijze van spreken, bestuurlijk allerlei aanzetten voor hoeven te geven. We hebben natuurlijk gewoon wel een prachtig mooi publiek bestel op verschillende niveaus. En het zou een beetje vreemd zijn, en dat gebeurt dus gelukkig niet, dat men dan met terug naar elkaar zou gaan staan. Dus maar het elkaar gewoon ontzettend helpen. Maar die toekomstvisie, hè, voor de publieke omroepen, dat gaat dus over een vraag bijvoorbeeld reclamevrije publieke omroep. Komt er dan ook een reclamevrije regionale omroep? Nee, de Kamer heeft me heel nadrukkelijk gevraagd als het om de nationale publieke omroep gaat om gewoon eens wat scenario's ook in beeld te brengen van wat zou er kunnen. Daar zijn we ook mee bezig. En uiteindelijk is dat natuurlijk ook gewoon een politieke keuze of je dat wel of niet zou willen. Maar hoe hangen die twee met elkaar samen als je dat landelijk doet, ook regionaal? Nee, dat hebben we ook gewoon nu al in de praktijk natuurlijk van elkaar losgekoppeld. Hè, waar je, als het om de nationale publieke omroep gaat, hebben we de ster die en de gelden gaan via mijn begroting richting een nationale publieke omroep. En dat is regionaal natuurlijk op een andere manier geregeld. Dus dit richt zich, deze visiebrief richt zich wel primair op de nationale publieke omroep. En als ik u dan even specifiek vraag, hè, naar uw visie op het belang van de regionale omroep.
Die vind ik zeer belangrijk. Omdat ze, ja, het is de omroep van de regio. Dus als je het nieuws van de regio goed wil weten, als je wil weten wat er in een regio gebeurt, dan moet je ook gewoon bij de regionale omroep zijn. Dan kun je ook bij een lokale omroep natuurlijk terecht. Maar de regionale omroep heeft wat dat betreft. Hè, jullie hebben een 30-jarig bestaan, vieren jullie vandaag. Ja, we zijn nog relatief jong. En jullie zijn nog relatief jong, maar toch, 30 jaar is aan de andere kant ook niet dat je net gisteren begonnen bent. Dus jullie hebben ook al heel veel kennis over een regio en weten dus ook het nieuws heel dicht bij mensen te brengen. Ik weet nog dat ik zelf, dat is ook overigens inmiddels 30 jaar geleden, kwam ik vanuit het westen in het oosten van het land terecht. En ik heb echt de provincie waar ik toen in terecht kwam, die ik niet goed kende, Overijssel, heb ik leren kennen, mede ook door de regionale omroep. Want daar luisterden we veel naar. En op die manier kwam er gewoon toch heel veel naar je toe. Wat je anders echt niet geweten zou hebben. Maar blijft dat op diezelfde manier? Nadrukkelijke functie. Ja, blijft het op diezelfde manier werken? Want je ziet wel dat regionale journalistiek wat in de knel komt. Hè? Dat geldt voor kranten die natuurlijk moeite hebben om het hoofd boven water te houden. Maar ook regionale omroepen die toch de bezuinigingsronde van 3 jaar geleden wel een veer hebben moeten laten. En je hebt een beetje dat beeld van die gemeenteraadsvergadering tegenwoordig, waar bijna geen journalist meer op de tribune zit. Nou, ik heb net begrepen bij jullie op de redactie dat jullie nog wel goed ook de gemeenteraden in de gaten houden. Nu is dat aantal gemeenten natuurlijk ook wel overzichtelijk. Daarom in andere provincies is dat nog weer een stuk lastiger. Zeker, moeten ze keuzes maken. Nou, de bezuinigingen zijn echt gestopt, dus we zijn daar niet verder mee doorgegaan. Ik heb op allerlei manieren ook geprobeerd om geld wat ook voor de regionale omroep bestemd was, om dat daar ook te krijgen. Ik heb bijvoorbeeld onderzoeksjournalistiek middelen beschikbaar gesteld, waarvan we hebben gezegd, daar moet het grootste gedeelte van naar de regio. Nou, zie ik ook allerlei projecten nu van de grond komen. Ja, ook samenwerkingen. Hè, mooie samenwerkingen. Precies vandaag. We hebben dat niet heel bewust gekozen om dat aan jullie jubileum te koppelen. Maar gaat er een subsidieregeling weer in werking van geld wat ooit in het verleden bestemd was. Dat noemden we dan de frictiekosten voor de regionale omroepen. Maar men kon er niet bij komen, want de voorwaarden waren zo ingewikkeld dat eigenlijk niemand er gebruik van kon maken. Daar hebben we nu wat aan gedaan. En vanaf nu is dat geld ook beter beschikbaar voor samenwerkingsprojecten. Dus we zijn op allerlei manieren wel bezig om ook de regionale omroepen te ondersteunen. En uiteindelijk moeten jullie het natuurlijk gewoon zelf doen met zorgen dat je kwaliteitsuitzendingen maakt, waar de mensen van zeggen van, hey, daar moet ik bij wezen. Of op je website berichtgeving zo vormgeven dat mensen iedere dag toch eventjes een paar keer kijken van, hey, is er nog wat gebeurd in mijn Doen we ons best voor. Doen we ons best voor. Maar toch die zorgen die ik net schetste over van mijn kant. Nee, dank u wel. Dank de komende 30 jaar. Ja. maar toch die zorgen die ik net schetste over de regionale journalistiek, deelt u die? Nou, het grootste probleem zit eigenlijk op dit moment bij de lokale omroepen. Die niet vanuit mijn begroting, OCMW-begroting worden bekostigd, maar dat gaat via het gemeentefonds en dan moeten de gemeentes hun bijdragers aan leveren. Daar zien we wel dat er best wel financiële nood is. Daar zijn we ook naar aan het kijken wat daar misschien mogelijk is, samen met Binnenlandse Zaken, die daar primair ook een verantwoordelijkheid voor draagt. Als het om de regionale omroepen gaat, zie ik wel dat er verschillen zijn tussen regionale omroepen. Met name als de schaal wat kleiner is als het gaat om het aantal inwoners. Dan zie je dat het natuurlijk ook gevolgen heeft voor de bekostiging en dan is het soms best wel hard buffelen met elkaar om het hoofd boven water te houden. Aan de andere kant ben ik ook weer onder de indruk van wat er gewoon aan kwaliteit geleverd wordt. En zeker ook als die verbindingen met de nationale publieke omroep verder versterkt kunnen worden. En ook de mogelijkheden die er zijn via onderzoeksjournalistiek. En nu straks ook weer die nieuwe subsidieregeling. Want juist die lokale omroepen en de kleine regionale omroepen, daar is waar de journalisten beginnen. Hè. Je kan wel een opleiding doen, maar mijn oog is veel belangrijk om die ervaring op te doen. Dat merken we inderdaad. Dat zijn soms een beetje de kraamkamers, hè, waar talent uit tevoorschijn komt. Zoals je ook ziet dat er bij regionale omroepen talenten zijn geweest die een overstap hebben gemaakt naar de nationale. Andersom zie je trouwens ook gebeuren. Dat vind ik ook wel heel mooi. Ik kwam of de combinatie. Een paar gezien dat mensen zeiden, nou, we zijn toch weer terug bij de regionale omroep. Want dit is eigenlijk wel de plek waar we het beste kunnen werken. Omdat dit ook nieuws is wat zo dicht bij burgers staat. Ja, daar hebben we gewoon heel veel werkplezier aan om daar ons voor in te zetten. Mag ik nog kort één ding met u aansnijden? Omroep Flevoland kwam vorige maand ook in het nieuws doordat een journalist het werk onmogelijk werd gemaakt bij de ongeregeldheden op Urk. Hè. Er werd toen een rookbom in zijn auto gegooid. Heftig, ja, precies. En er zijn ook kamervragen aan u over gesteld. Hè. Verschillende zelfs, heb ik begrepen. Precies. Ja. Toch een beetje de vraag, kunnen journalisten vooral in de regio, maar dat geldt natuurlijk overal, nog in vrijheid hun werk doen? Hoe reageert u daarop? Nou, natuurlijk is het zeer verwerpelijk als zulke dingen gebeuren. Ook schokkend voor de mensen die dat meemaken. Het is ook een onderwerp waar ik vandaag ook over spreek als ik hier ben. Van wat doet dat nu met jullie en wat hebben jullie nodig om je werk ook goed te kunnen doen? Dus dat is wel iets wat ons bezighoudt. Mijn collega van Justitie
Justitie en Veiligheid heeft ook afspraken gemaakt. Ook met de vertegenwoordigers landelijk en nationaal van de journalisten. Als het gaat om wat wij ook aan ondersteuning kunnen bieden. En we zullen dit natuurlijk nooit moeten accepteren. We gaan ons hier niet bij neerleggen met elkaar. Ik zeg maar eventjes wat huiselijk. Maar we leven in een land waar vrije pers ook gewoon echt zijn werk moet kunnen doen. Maar als u zegt niet accepteren, wat betekent dat dan? Nou, dat betekent dat we dus ook alles op alles zullen moeten zetten om te zorgen dat onze media ook regionaal gewoon zijn werk kan doen. Hè? En gewoon misschien soms tussen aanhalingstekens als het om hele heftige situaties gaat. Maar het mag nooit zo wezen dat journalisten weg gaan blijven van plekken waar ze eigenlijk wel moeten zijn. Dat mogen wij nooit accepteren met elkaar. Minister Arie Slob, dank u wel dat u hier was. En nog een goede voortzetting van uw bezoek. Graag gedaan en jullie nog een hele fijne jullie evensdag verder. Dank u. Ja.